Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik opnieuw een bladzijde in het tabmodelboek inkleuren. En daarvoor heb ik weer een speciaal iets, noem ik het maar eventjes, gekozen om mee te tekenen. Deze keer is dat make-up, je ziet het hier al liggen. Ik heb deze eyeliner. Nog een keer in zwart, deze is bruin. En ja, er zitten al zwarte vlekken. Die kun je zien, dat komt van de zwarte eyeliner. Ik heb hem opengemaakt en soms valt er wel eens wat uit. Goed, ik heb hier deze lippenstift. Die is groen op dit moment. En die kan van kleur veranderen, dan wordt die roze. Dus ik ben benieuwd of die dat ook op papier doet, dat die dan roze wordt. En dan heb ik nog rood roze lippenstift. En ik heb ook nog dit palette. Dus met verschillende kleuren oogschaduw. Dit is zwart, bruin, beetje goudkleurig, vrij natuurlijke tinten dus. En dan heb ik ook nog wat andere kleuren hier zo. Dit zijn meer, je ziet wit en roze, maar ook verschillende tinten van, een beetje huidskleuren spectrum. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is gewoon allemaal natuurlijke huidkleuren. En hier zit niks bij van een kwastje of zo, dus dat moet ik maar even met wat anders doen of met mijn vingers. Maar om te beginnen neem ik de eyeliner. Ik begin met een topje of zo. En de buitenste lijnen maak ik dan met eyeliner. Ik werk eerst die vlekken maar eventjes weg, want dat ziet er wel heel raar uit als je die vlekken zo houdt. Ik ga nu eventjes deze kleur testen. Dat doe ik maar gewoon met mijn vinger. Dit gaat niet heel makkelijk. Dit is trouwens blauwiger dan ik had gedacht. Ik dacht het is gewoon heel erg wit. Maar nee, het is blauwig. Beetje mintkleur. Maar dit gaat niet heel snel en ook niet heel soepel. En ik raak best wel geïrriteerd. Kijken of die andere beter. De andere is ook geen succes. Het is een beetje vettig. Dus dit is geen succes. Die gaan we maar opzij leggen. Nou ja, deze heeft tenminste nog een dingetje erbij zitten. Deze. Waarmee ik wat kan doen. Ik neem gelijk de goudkleur. En dit gaat zoveel makkelijker dan wat ik net had. Veel beter. Ja, ik vind deze kleur heel mooi staan bij het zwart ook. En ik heb het idee dat die vettere dinges dit een soort laag vormt. Zeg maar zoals wanneer je muur gaat verven, dat je eerst grondverf neemt en dan pas ga je er overheen met wat je echt wil hebben. Dus ik gebruik er nog wat van, zodat het allemaal wat beter blijft zitten. Even alle overige korreltjes wegblazen. En ik had al een outline gemaakt met zwart met eyeliner. Dus daar ga ik nog even wat duidelijker maken. Ik zet nog een paar accenten ermee.
En op zich heeft die jurk wel een hele mooie structuur door de materialen die we gebruikt hebben, dus door de oogschaduw. Maar met zwart kun je het nog wat benadrukken. Ja, ik vind de jurk klaar. Ik vind hem mooi af. Hij glinstert ook heel mooi als ik hem zo een beetje beweeg. Hij weerkaatst het licht heel mooi. Ja, ik ben er heel blij mee. Ik had niet verwacht dat dit zo goed zou lukken. Ja, die is mooi. Maar ik heb de rest nog niet gebruikt en dat is een beetje jammer. Dus de accessoires worden hiermee gemaakt. Ik had bruine eyeliner, daarmee ga ik een dun armbandje maken. Oké, nou ja, bruine is dichter bij goudkleurig dan ik verwacht had. Maar past wel perfect bij die jurk. Ik denk dat deze ook zo goed als op is, dus veel meer kunnen we daar niet mee doen. En ik zit me nu wel een beetje af te vragen wat ik met groen zal doen of ik haar haar zal doen. Ik weet ook niet of het door gaat schijnen als ik het nu op het haar smeer, dat je het haar er doorheen ziet. Ik zou ook schoenen kunnen nemen. Ja, als je zo wat ermee schrijft, dan wordt het gelijk roze. Dat staat waarschijnlijk wel wat beter bij de outfit dan groen, maar nog steeds niet helemaal perfect. Dat zal ik er eens mee maken. Ik denk toch dat ik haar haar maar roze doe. En ik hoop dat het dekt. Ik weet niet of het zal dekken, maar ik ga het gewoon maar proberen, denk ik. En zo niet, dan neem ik dat andere palet erbij om het te laten dekken. Nou, je ziet het al, dit dekt niet heel erg goed. Je ziet het haar gewoon nog erdoorheen. Nog eventjes met de oogschaduw wat er overheen. Misschien nog even een andere kleur. Wat donkerbruins of zo. Ja, dit ziet er ook wel wat normaler uit. Je ziet een klein beetje roze aan de zijkant, maar ja, weet je, haar heeft wel vaker een bepaalde glans of zo. Dus ik vind dit zo kunnen, dit is goed. Haar haar is dan klaar. Gaat wel mooi zo met de andere kant om het nog eventjes wat beter te laten mengen. Dus wat ik tot nu toe heb, valt niet tegen. Hier ben ik erg blij mee. Zo, tot nu toe is het prima. Maar ze heeft nog wel schoenen nodig. En de schoenen ga ik ook weer met zwart maken. Nog eventjes de hele outfit bij elkaar. Dus deze jurk, het doet mij een beetje denken aan veren of zo. Dus echt voor een van de hele chique Hollywood party zou dit wel geweldig zijn. Dan heeft ze haar met een roze gloed eroverheen. Misschien een roze highlight. Ze heeft goudkleurige armbanden.
En dan deze simpele sandaaltjes aan haar voeten die de outfit wel echt helemaal afmaken. Ik vind het een super mooie outfit. Zoals ik gezegd heb, echt iets voor op een rode loper of zo. En ik hoop dat jij deze outfit ook mooi vindt. Als dat zo is, laat me dat dan weten door de video een duim omhoog te geven of laat een leuke reactie achter. Ja, ik hoop dat je ook abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan gelijk eventjes op het klokje naast de abonneren button, zodat je in de volgende video weer ziet. Tot dan en dag!